Van een rechter wordt verondersteld dat hij onpartijdig is in de zin van artikel 6, lid 1 EVRM, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een objectief gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid bestaat. Het ging in deze zaak om de opheffing van een erfdienstbaarheid op verzoek van een waterschap. In het kader van de vaststelling van de schadeloosstelling voor die opheffing had de verweerder een partijdeskundige rapport laten opstellen door een deskundig lid van de Pachtkamer van het Hof. Waarvoor de zaak diende. Dat was voor het Waterschap reden tot vraking van het Hof. nadat dit een tussenarrest had gewezen. waarin een verder onderzoek door deskundigen nodig werd geacht. De Kamer van het Hof had in die wraking berust. De zaak wordt vervolgens op verzoek van het Waterschap. naar een ander Hof verwezen. Omdat het Hof de zaak niet wil behandelen. alsof de eerdere tussenarresten geheel zijn vernietigd. stelt het Waterschap Cassatie in. De Hoge Raad benadrukt dat een partij die een wrakingsverzoek heeft gedaan dat is afgewezen of ten onrechte niet in behandeling is genomen, de mogelijkheid heeft in een hogere instantie aan te voeren dat geen onpartijdige behandeling heeft plaatsgevonden. Dat geldt ook voor een partij die na een tussenuitspraak een wrakingsverzoek heeft gedaan waarin door de bewuste rechters is berust. In dit geval had het waterschap volgens de Hoge Raad een objectief gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid omdat een van de raadsheren die het tussenarrest heeft gewezen. in de periode waarin deze zaak werd behandeld. als lid van de pachtkamer van het Hof. in pachtzaken arresten heeft gewezen. samen met de partijdeskundige van Verweerder. die als deskundig lid deel uitmaakt van die pachtkamer. Het Hof heeft in het tussenarrest immers onder andere geoordeeld. over de aan Verweerder verschuldigde schadeloosstelling. waarover de partijdeskundige een rapport heeft uitgebracht. Bovendien had het Hof ook nog beslist dat met de door Verweerder gevorderde kosten van de partijdeskundige ruimhartig moest worden omgegaan. De vrees voor partijdigheid van de andere raadsheren was echter onterecht. Het Verwijzingshof moet volgens de Hoge Raad hetgeen waarover in het tussenarrest is beslist volledig opnieuw beoordelen. Daarom is vernietiging en verwijzing naar een ander Hof nodig. Ook het latere tussenarrest wordt om die reden vernietigd.